Borstkankerpatiënten komen tijdens hun zorgproces op verschillende momenten voor belangrijke keuzes te staan. Bijvoorbeeld bij de diagnose, tijdens de behandeling en bij de nazorg. Op deze momenten kunnen zij samen met hun zorgverleners beslissen welke zorg het beste aansluit bij hun specifieke situatie en behoeftes. Er zijn een aantal belangrijke keuzemomenten. Zogenaamde sleutelmomenten voor samen beslissen. Om borstkankerpatiënten te helpen op deze momenten de meest optimale keuzes te maken, ontwikkelt Santéon vanuit het programma Experiment Uitkomstindicatoren diverse keuzeondersteunende middelen. Denk bijvoorbeeld aan een infographic, een online app of keuzehulp. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar medische uitkomsten, zoals complicaties en overleving. Maar ook naar informatie over de impact op het dagelijks leven van patiënten, zoals pijn en vermoeidheid. Deze keuzeondersteunende middelen helpen patiënten bij het maken van de beste beslissing voor hun eigen situatie. Zo werken we samen aan betere zorg. Meer informatie vind je op de website van het experiment Uitkomstindicatoren.